Ja, na een verloren finale is dat moeilijk praten met verliezers. Hoe kijk je nou vers van de pers terug op die verloren finale? Ja, het is toch een groot fiasco, om het zo te zeggen. Als je 4 minuten voor tijd zo'n goal tegenkrijgt. Als alles erop wijst dat het penalties wordt. En 4 minuten voor tijd erin. Dat is onvoorstelbaar. Dat is echt heel pijnlijk. Zo'n anticlimax voor zo'n toernooi. Want jullie hadden zo'n geweldig toernooi en dan dit. Ja, ja, ik zei net ook al tegen je collega's dat ik liever 4-0 had verloren. En dan gewoon spullen pakken in huis, accepteren. Maar wij hebben zelf ook 3 hele goede kansen gehad. Zij misschien eentje meer. Zij hadden wel denk ik het beter van het spel. Maar van die 3 kansen met iets meer geluk vliegt hij er ook zomaar in. Of zelfs 4 kansen hebben we gehad. Dat is gewoon, ja, vooral die bal van Robben is gewoon ongelooflijk. Rond de 70ste minuut schoot hij op doel. Keeper ging helemaal de andere kant op. Die jongen denkt, ik steek mijn been nog maar even omhoog. En hij komt net tegen zijn buitenkant teen. En hij vliegt er net naast. Dat zijn dingen, dat is onverklaarbaar. Dat is wel het geluk dat jullie wel hebben gehad in vorige wedstrijden ook. Hè? Ik bedoel, soms zit het mee, soms zit het tegen. Ja, ja, maar ik denk dat we vandaag ook niet echt mogen klagen over geluk. Omdat, wat ik al zeg, zij hebben ook 4 hele goede kansen gehad. En die zijn er ook niet in gegaan. Pas in een heel laat stadium ging hij erin. Dus op zich was dat wel level naar elkaar toe. Robin, de dagen voor de finale zijn er heel veel mensen op televisie geweest die zeggen... Oh, nou, van Persie, als die nou gewoon de winnende maakt, dan is het toernooi helemaal af. Hoe heb jij dat richting de finale gevoeld? Ja, ik heb daar denk ik 30 keer over gedroomd. Ongewild. Maar het heeft niet zo mogen zijn. Ik denk dat iedereen keihard heeft gewerkt. Ik ook. Dus in dat opzicht kan ik mezelf niks verwijten. Ik heb niet genoeg goals gemaakt. Vandaag niet gescoord. Dat is een teleurstelling. Maar ik zeg altijd, als je echt alles geeft, maar dan ook echt alles en misschien zelfs een beetje meer, dan kun je jezelf ook niks verwijten. En dat doe ik ook niet. Dat laat ik lekker aan jullie over.